Stichting Wijd Mijn Lammeren heeft een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen en hun kinderen opgezet aan de Santo Polderweg. Het tehuis genaamd Hadassa bestaat uit 8 woonunits. Het tehuis biedt nu al opvang aan 42 personen, zegt Wijd Mijn Lammeren directeur Gloria Liquichou. Het project is in 2014 gestart met een opvanghuis voor 1 gezin. Liquichou gaat dieper in op de achtergrond van de alleenstaande vrouwen. Wat is de achtergrond van de vrouwen die hier zijn geaccommodeerd, die 35 vrouwen? Heel verschillend en divers. Maar één gemene deler is dat het kwetsbare vrouwen zijn en dat ze in nood zijn. Zij met hun kinderen. We hebben bijvoorbeeld een vrouw die was zodanig mishandeld door haar huisgenoten. Dat zij dan in het ziekenhuis belandde, oorbeschadiging heeft opgelopen, hele grote nood. Haar hebben we dus geholpen aan een opleiding tot kinderleidster. Zij woont nog steeds hier. Dan hebben we een andere vrouw, die werd ook ernstig mishandeld, geschopt, geslagen, vlak voor de ogen van haar kinderen. De jongste is nauwelijks 1 jaar oud. Elke avond was dat het geval. Dan zijn er ook vaak bij mannen zie je dan drugs en alcohol in het spel. Ook een ander gezin, hun huis was helemaal afgebrand en die vader is zwaar aan de drugs. Die zorgt al jaren niet meer voor die kinderen, maar die moeder is alleen met die 7 kinderen. Dus het zijn hele verschillende verhalen. We hebben ook een moeder die dan op straat sliep met haar 2 jongens. En ook van hier naar daar ging overal vrienden, familie, gemeenteleden. Maar iedere keer weer moest verhuizen. De vrouwen worden intensief begeleid, zodat ze economisch onafhankelijk worden. Districtcommissaris Suraksha Sital Hirasing van Wanica Noordwest juicht dit initiatief toe. We zijn blij eigenlijk als instituut, als commissariaat, dat er zulke mensen zijn, zulke initiatiefnemers zijn, die hun hart op de juiste plekken hebben. En allerlei stakeholders bij elkaar halen, letterlijk, om zoiets in het leven te roepen. Omdat er behoorlijk wat... Niet alleen vrouwen, maar je hebt ook wat mensen op straat lopen en zonder huis, zonder thuis zitten. En in dit geval, in dit specifiek geval, gaat het om alleenstaande vrouwen of mishandelde vrouwen. Of vrouwen gewoon die verstoten zijn en meestal dan met hun kinderen op straat terechtkomen of bij families wonen. Of steeds van huis naar huis gaan waar ze dus een thuis kunnen vinden. Maar uiteindelijk hebben ze geen thuis. Ze hebben gewoon ergens een onderdakje en hier hebben ze toch wel een thuis kunnen vinden. DC Suraksha Sital Hirasing, vandaag bij de opening van het opvanghuis Hadassa. Het project is ondersteund door diverse ondernemers.